Goedemiddag namens Regio Noordoost. Welkom bij dit webinar over cybercrime. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat cybercrime en daarmee ook cybersecurity actuelere thema's zijn dan ooit. Getuigen ook de recente hacks van VDL en Mediamarkt. Maar ik denk dat dit nog slechts het topje van de ijsberg is. Vanuit ING vinden we het heel belangrijk om regelmatig kennis te delen over onderwerpen. Dat hebben we de afgelopen weken ook gedaan als het gaat om rente- en inflatieontwikkeling. En vandaag doen we dat over cybercrime. Tafelhost Samantha Riley gaat zo in de komend uur met haar tafelgasten in gesprek over dit onderwerp. Nou, bij het ons doel is dat jullie aan het einde van deze sessie meer weten over de risico's, jullie rol als bestuurder, maar ook uiteindelijk natuurlijk hoe je je bedrijf beter kan beschermen. Mocht er na afloop nog vragen zijn, dan kan je het best even contact opnemen met je relatiemanager binnen ING. En we hebben ook nog het vriendelijke verzoek om even twee evaluatievragen te beantwoorden, dat we ook van jullie terugkrijgen hoe je het hebt ervaren. Heel veel plezier tijdens dit webinar en ik geef nu graag het woord aan Samantha. Dank je, Jeroen. Zoals Jeroen al zei, je kan de krant vandaag de dag niet meer openslaan of het gaat over cybercrime. Ofwel een nieuw bedrijf wat is gehackt of een nieuw virus wat de kop opsteekt. Uit onderzoek blijkt dat cybercrime op dit moment het grootste risico is voor de bedrijfscontinuïteit. En het aantal aanvallen neemt toe en wordt steeds geavanceerder. Hoe ga je als ondernemer om met dit risico, zowel binnen je bedrijf als in de keten? Daar ga ik het vandaag over hebben. Mijn naam is Samantha Riley, ik ben sectorbanker ICT en duurzame energie. En ik ben vereerd om vandaag in gesprek te gaan met mijn tafelgasten over dit onderwerp. Welkom allemaal. Aan mijn rechterhand Thijs Boganen, ondernemer, eigenaar van de Boganen Groep. Welkom. Dankjewel. En voor wie jullie bedrijf niet kent, jullie zijn een autobedrijf met meer dan 600 medewerkers, 30 vestigingen... en een echt familiebedrijf, al bestaande sinds 1934. En helaas recent slachtoffer geworden van een ransomware aanval. Dus dankjewel dat je vandaag je verhaal met ons wilt delen. Aan mijn linkerhand CEO Dave Maasland van Asset Nederland. Een van Nederlands grootste cybersecurity bedrijven. En Joost Gijzel, Head of Incident Response bij Data Expert. En jij bent de brandweer die wordt ingevlogen om een onderneming bij te staan als er een hack heeft plaatsgevonden. Dank jullie wel allemaal. Ik ga jullie niet alleen bevragen vandaag. Ook wil ik de kijkers uitnodigen om je vraag te stellen in de chat. Dan ga ik die voorleggen aan onze tafelgasten. Maar ik wil starten met een vraag voor onze kijkers. En wij willen jullie graag de volgende stelling voorleggen. En die stelling luidt: mijn bedrijf is voldoende beveiligd tegen cybercrime. Straks kom ik terug bij jullie met de antwoorden. Maar ik ga nu eerst beginnen met Thijs. Thijs, kan jij ons terugnemen naar het moment dat jij ontdekte dat jullie geransomd waren? Ja, zeker kan ik dat. Het is bij ons gebruikelijk dat we wat, zoals in ieder bedrijf denk ik, wat groepsappen hebben waar je zeg maar problemen in kunt communiceren samen met onze IT-partij. En ik weet nog goed dat ik 's ochtends vroeg wat zeg maar problemen zag, wat ik wel vaker zie in de app, waarvan ik dacht, nou oké, een van de systemen die werken niet. En het ging van Groningen naar Zwolle, naar Boksmeer, naar Almere. Toen dacht ik, nou dat is wel een beetje vreemd eigenlijk, want niet alles is logisch aan elkaar verbonden, dacht ik. Tot op een gegeven moment, ik denk om 2-3 minuten voor 10 ochtends gebeld werd met de slechte mededeling dat er een tekstfile was gevonden met een brief op een van onze servers. En dat eigenlijk de hele organisatie plat lag. Dan heb je eigenlijk nog steeds niet echt door wat dat betekent. Ik tenminste niet. Tot je op een gegeven moment ook bij een van je bedrijven komt en je eigenlijk realiseert dat ze niet kunnen zien wie er in onze werkplaatsen komen, wanneer, waarvoor, we niet kunnen pinnen, we geen auto's kunnen afleveren, geen APK's kunnen doen. Eigenlijk is je hele bedrijf verlamd. Alles op zwart. Alles is op zwart, ja. En je hebt eigenlijk ook geen idee wat je dan moet doen. En in ons geval hadden we een verzekering. Wat ik niet zozeer zo bewust van was, maar op dat moment wel erg dankbaar, moet ik zeggen. En niet zozeer dankbaar omdat je dan een stukje kostendekking uiteindelijk zult krijgen, maar vooral omdat de snelheid in het proces is gekomen daardoor. Want voor de beeldvorming, wij werden op donderdagochtend, eigenlijk dus woensdagavond, gehackt.
Blijkbaar gebeurt het als je systemen minder in gebruik zijn. Daar zullen de heren alles van weten, maar ik toen in ieder geval nog niet. En die donderdag waren we dus versleuteld en wisten we eigenlijk niet wat de schade was en hoe we het meer moesten repareren. En hebben we natuurlijk wel geprobeerd conform de afspraak in de brief of het verzoek om contact te leggen. Maar dat lukte uiteindelijk pas maandag. En ik kan je vertellen, dat zijn dagen waarin ik in ieder geval persoonlijk niet heb geslapen. Ja. Omdat ik dacht dat het bedrijf, wat gewoon een gezond bedrijf is, weg zou glippen. En ik dacht van ja, ik weet niet meer hoe we dit op moeten lossen. Want hoe was de sfeer in jouw bedrijf? Je hebt 600 mensen, ja, die komen op het werk. En... Ja, ze geven eerst de IT-partijen de schuld. Ja. Dat is standaard, zeg maar. Dus die heeft een fout gemaakt of er klopt iets niet. Op een gegeven moment hebben we nog niet gecommuniceerd. Dus dan ben je zeg maar halverwege de middag. En in ons geval komen er dan het team wat ons ging ondersteunen. Dus die kwamen met 5 van die zwarte gelakte rolkoffertjes naar binnen. En die nemen dan de regie over je bedrijf over. Want die ben je al kwijt. En ik moet zeggen, als ondernemer heb ik daar wel moeite mee. En zeker als je dan iemand die je helemaal niet kent, eigenlijk alles wat je dan nog hebt in handen moet geven. Ja. Maar daarmee hebben we overlegd wat we gingen communiceren aan de mensen. Dus gaan we een tussen haakjes verhaal ophangen dat er iets technisch is. Ja. Of vertellen we het echte verhaal. En wij hebben er gelukkig voor gekozen om het echte verhaal te vertellen. Is niet leuk, maar wel heel verstandig geweest. Want dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk het hele team, dus alle mensen in de organisatie, van hoog naar laag of welke positie ze ook hebben, heel strijdlustig waren. Ja. En eigenlijk er alles aan hebben gedaan om te kijken wat we wel konden. In plaats van dat ze zeg maar niet onderdeel waren van het probleem. Ja, ja. Zag je ook in jouw team met wie je dat dan aan ging vliegen, grote verschillen in hoe mensen hierop reageerden? Ik denk dat het is crisis in je bedrijf. Ik denk dat je dat zo moet zeggen. Zeker als je praat over een continuïteitsrisico. Ja. En dan is het denk ik heel goed om te zien als je de rust weer hebt. En dat is in het begin niet zo. Maar gaandeweg het proces van weken en nu zijn we maanden verder. En het is nog steeds niet klaar. Dat je heel goed kan zien wie binnen je team crisisbestendig is. Of met wie je de oorlog zou willen ingaan, zeg maar, en met wie niet. Ja. Dus we hebben ook heel veel geleerd van onze mensen en heel veel geleerd van onze organisatie. Ja. Wat, als ik het mag vragen, wat gaf de doorslag om toch te besluiten, nee, we gaan gewoon eerlijk zijn, we gaan het gewoon verhaal vertellen? Omdat ik niet zo geloof in, zeg maar, een leugentje om bestwil. In dit geval dacht ik, laten we maar transparant zijn. En ik hou er ook niet van om, je houdt eigenlijk 600 mensen dan voor de gek van jezelf. Plus een factor 7, 8 aan klanten die zeg maar gedurende die doorlooptijd bij je in het bedrijf komen. En dan Mooi. Volgens mij, als je dat onder de pet houdt, dat bestaat gewoon niet. Nee. Ja. Het komt toch wel uit, hè? Het komt toch uit. Mooi. Ja. Ja. En je gaf ook aan, hè, toen dat crisisteam binnenstapte, toen kwam er ook regie, zeg maar. Hè? Ja. In die eerste beginfase, wat was jouw grootste angst? Mijn grootste angst in de beginfase was dat ze, omdat ze zeg maar zo lang erover deden om te reageren. En dan wordt er door het team wel gezegd, ja, ze zijn druk. Of misschien naar de Formule 1 dit weekend in Rusland. Ja, Want dat was hetzelfde weekend. En toen dacht ik, ja, je voelt je totaal machteloos. Ja. En toen was het bij ons ook nog niet duidelijk of we wel of niet de backup van de backup hadden. Ja. Omdat ze zitten zo diep in je systemen blijkbaar. Dat ze zeg maar je backup ook beveiligen of versleutelen weggooien in dit geval. Dus ik had ook nog geen plan. Nee. En als je alleen maar een probleem hebt en geen plan, ja, dan daar word je niet vrolijk van. Ja, 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 inderdaad. Ja. Je zegt ook, je hebt er echt slecht slapeloze nachten. Hoe raakt het jou persoonlijk verder? Ik maakte thuis het vergelijken met van, nou, in het verleden zouden ze misschien een van de kinderen meenemen en een losgeldprijs vragen. Dat vergelijk mocht ik overigens niet maken, dus daar werd ik wel iets op gecorrigeerd thuis. Maar ze komen aan je kind en ze pakken het van je af. En het gekke is, ze vertellen het ook nog gewoon in die open, als het ware. Ja. En ze zeggen gewoon, ja, hier zijn we en misschien wil je even contact opnemen. We hebben een helpdesk, daar word je door geholpen. En het is gewoon echt, bizar wat je meemaakt. En ondertussen probeer je natuurlijk je eigen mensen rustig te houden.
Ja. En heb je ook nog eens een keer verbonden partijen die in je systemen zitten. Die ook nog sommigen helpen, maar sommigen die knippen ook nog lijnen door. En die duw je nog iets verder weg om hun eigen systemen, zeg maar, te beschermen. Ja, ja. Dus je hebt ook, zeg maar, wat paniek bij sommige partijen waar je mee samenwerkt. Dus het is een hele rare gewaarwording. En dan is het super fijn als je een beetje bij de hand wordt genomen. Ja. En heel fijn als je een goed team hebt, wat in ons geval wel zo was. En wat ik ook goed merkte, is doordat je eerlijk bent geweest, dat alle partijen waarmee je die systemen hebt en waarmee je samenwerkt, dat die je allemaal willen helpen. Want ja, weet je, het is natuurlijk zoals altijd. Iedereen is blij dat het in dit geval bij ons gebeurt en niet bij, bij jezelf. Bij jezelf. En die denken dan, ja, hoe kan ik je helpen? Ja, ja, ja. Ja, ik denk die machteloosheid en frustratie is iets wat ik enorm erken. En ik vind het heel fijn dat je het verhaal ook wil vertellen. Ik denk dat dat ook op dit moment vaak het grote probleem is. Mensen, wat je al zei, kijken dan naar je, dit is, overkomt jou. Nou, dan fijn dat het mij niet overkomt, maar kijk wel even hoe je het doet. En die frustratie en machteloosheid is dus inderdaad iets waar je, ja, je bent boos op een organisatie. Het zijn criminelen, georganiseerde criminaliteit. En die maken er grof misbruik van. Hè. En waar je voor moet zorgen is dat je als directie dus bewust bent dat jij in zo'n situatie ook nog eens met je eigen frustratie en machteloosheid je organisatie moet zien te managen. Maar ook nog wel het boegbeeld moet blijven, ja, van je bedrijf. Hoe heb jij dat gedaan? Nou, ik denk dat ik wel het geluk had dat mijn CFO zeg maar het crisisteam operationeel geleid heeft, zodat ik alleen maar zeg maar hier en daar de interventie kon doen of voor de klas kon gaan staan of videoberichten naar het personeel kon sturen, de belangrijkste stakeholders managen en bellen en gewoon overal tussendoor kon lopen, zeg maar, zodat je niet in de operatie van het herstel of de plan van aanpak hoeft te zitten. En ik vond het fijn dat we inderdaad extern begeleid werden door sowieso onze eigen IT-partij die met de uitvoering natuurlijk betrokken was en ook een professionele partij die je er dan mee helpt, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar ik was, ik denk dat ik de eerste paar dagen wel even van de leg was, zeg maar. Is er een moment geweest dat je dacht, dit gaat niet meer goed komen? Naarmate, dus dat werkt best wel goed eigenlijk vanuit strategieën, vanuit die criminelen. Dus naarmate, zeg maar, je minder lang contact hebt of nog steeds geen contact hebt gehad, terwijl je alles kwijt bent, dan raak je wel steeds meer van in de war. Dat je denkt, ja, wacht even, als ik dus die sleutel niet kan kopen en ik zou geen alternatief meer hebben, dat betekent dat ik mijn hele bedrijf moet opbouwen. Nou, ik zie het ondertussen, zie je de banken naar beneden gieren, omdat je geen inkomsten hebt, maar wel uitgaven doorlopen. Dus ik dacht wel van, nou, als dit 14 dagen zo doorgaat, dan heb ik gewoon een probleem. Ja, ja, gewoon, ja, een probleem. En ja, dan kan ik gewoon, moet ik keuzes gaan maken in bepaalde zaken die ik niet wil maken. Ja. En je vertelde, er waren backups. Ja. Maar toen, in die eerste fase, wist jij nog niet of het mogelijk was om die te hergebruiken of te gebruiken eigenlijk? Ja, wat ik van de techniek heb begrepen, maar ik ben niet zo heel handig, is dat we een soort van gespiegeld systeem hadden, zodat één uitvalt, dan werkt het andere door. Dat is een beetje een soort technische oplossing. En daar ligt weer een backup achter. Ja. En die draait iedere dag, zeg maar, je systeem. En overigens dacht ik als ondernemer altijd dat als ik een backup had, dat het oké was. Maar het hebben van backup is maar een deel van de oplossing. Dus zeg maar, het alle pakketten weer opnieuw inrichten en daar de backup in uploaden weer, zeg maar. Dat heeft ons ook veel tijd gekost. Maar wat uiteindelijk het geval was, is dat ze zo lang in je systeem zitten dat ze ook in staat zijn om je backup weg te gooien. Ja. En wij hadden dus blijkbaar nog een soort van verborgen backup achter die weggegooide backup. Klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar veel backups. Maar in ieder geval was dat onze redding. Alleen dat heeft ook weer, ik denk, 4-5 dagen geduurd voordat die in een soort van bruikbare toestand gebracht is. Ja. En we hebben ook, ik denk, 450 fysieke computertjes moeten wegbrengen naar een wasstraat vanuit alle plekken. En het was een enorm complexe organisatie. Ja, ja. Waardoor wij uiteindelijk na 11 dagen weer in de lucht waren. Maar tot op de dag van vandaag hebben we nog De problemen, zeg maar. Ja, ja, ook omdat we het landschap niet goed in kaart hadden, zeg maar. Ja. Dat is wat we vaak zien, hè. Ook als incident responder zie ik, dan kom je een organisatie binnen en dan is de vraag, hoe ziet de omgeving eruit? Ja. Ja, die wordt dan door iedereen eigenlijk standaard anders beantwoord. En zo'n even je IT-omgeving terug opbouwen, wordt er gewoon vaak gezegd.
Ja, dan zie je mensen van IT vooral dan als het intern of extern is toch steeds roder worden. Want dat doe je niet even. Hè. Nee. Dus je backups, het is fijn dat ze er zijn. En ze zijn echt de key om schade zo veel mogelijk te beperken. Maar het is niet gezegd dat je met de backup dan overmorgen weer kan draaien. Nee. Vaak zie je dan het hele applicatielandschap en alles wat aan elkaar geknoopt is, komt dan bovendrijven. Ja. Ja, en dat moet ook weer opnieuw aan elkaar geknoopt worden. Ja, ja. Dat kost vaak nog het meeste tijd. En dat is denk ik wat jij nu ook ziet. Nou ja, en je weet niet wat je niet weet. Hè? Dus dat merken wij ook. Hè? Dus, ja. Dus de jongens kunnen heus wel aangeven, nou, dit programma gebruiken we altijd en dit begrijpen we en dit gebruiken we ook. Ja. En vervolgens is alles klaar. En dan zeggen ze, hé, er werkt iets niet. Ja. Dan zeg je, oh ja, dat is waar ook, want die knoopte dat nog aan die. En dat hebben we zo gebouwd. En dat hebben we nergens beschreven. Ja. En nu moeten we die ook nog even in de lucht zien te krijgen. Ja. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het cruciaal is in de beslissing, ga ik wel of niet betalen? Ja, uiteindelijk denk ik dat de betaaldiscussie ten alle tijde een punt is tussen een onderneming intern en management. Die moeten bepalen wat het risico is. En de gedachtegoed, ik betaal en daarmee heb ik mijn omgeving meteen overmorgen weer terug en kan ik gewoon weer verder draaien. Ja, die wil ik meteen ook wel tegen de kijkers zeggen dat is onzin. Want op het moment dat een aanvaller binnen zit, zit hij binnen. Ook als je betaalt, zit hij nog steeds binnen. Ja. Een aanvalstructuur is een hele keten. Dus het is niet één aanvaller die alles zelf doet. Al die gegevens van elkaar, bij jullie waren ze, begreep ik ook al een tijd binnen. Ja. Dat wordt doorverkocht. Dus wat je ziet, als je eenmaal dan betaald, heb je het probleem niet opgelost. Wat je wel zou kunnen zijn, en dat is dan ook de afweging die ik vaak als regievoerder met een directie ga maken, is, zijn er nou punten dat als we wel zouden betalen, dat we of schade kunnen voorkomen, of dat als we niet betalen en we liggen langer dan een paar dagen dicht, dat het echt je bedrijf kan kosten. Of ik heb ook wel zorginstellingen bijgestaan dat het mensenlevens gaat kosten. Ja. Dan wordt het een hele andere afweging. SEC betalen om te zeggen, daarmee is alles opgelost, dat bestaat niet. Ja. Je zal altijd opnieuw dingen moeten gaan bouwen. Alleen betalen om tijdelijk als labmiddel voor de time being iets te kunnen oplossen. Ja, dat is gewoon een risicoafweging die als organisatie moet maken. En dat is echt gewoon op de achterkant van een bierveeltje gaan rekenen. Hoeveel kost het me nu? Hoeveel dagen ben ik dicht? Hoe heb jij die afweging gemaakt? Wij zijn door de IT-partij, door de specialist in dit geval, bij de hand genomen. Dus die heeft me meegenomen naar de dark web om contact te leggen. En ik glimlach erbij, omdat ik dacht dat het een soort van filmachtig iets waar ik in terecht was gekomen. En ik wist niet hoe ik daar moest komen, maar nu nog steeds niet trouwens. Maar in ieder geval hoe het eruit ziet, weet je wel. Hoe het eruit ziet. En daar leg je dan contact en je moet je unieke ID-code zeg maar meegeven, want ze zijn nogal druk en anders weten ze niet zo goed met wie ze te maken hebben. En dan ga je het proces in van wat zij vinden dat ze gestolen hebben en wat ze denken dat dat waard is. Enerzijds om je bedrijf zeg maar weer zo snel mogelijk te laten draaien en anderzijds om je zeg maar potentieel data zeg maar wat weggenomen is om daar iets mee te doen. Ja, en daarna maak je een afweging, denk ik. En die afweging gaat vooral over positie en moraliteit. Ik denk dat dat is waar het over gaat. Als je geen positie hebt, dan betaal je, denk ik. Ja. Ik zal altijd gaan voor continuïteit van het bedrijf. Dat is makkelijk zat. Ja. Ook als dat betekent dat ik even een andere afslag moet nemen dan dat ik graag zou willen. En in ons geval konden we een keuze maken. Dus vanuit continuïteitsperspectief hoefden we niet zeg maar met ze daarover te praten. We hebben het uiteindelijk wel gedaan om te kijken van, nou, als je nou steeds verder gaat, hoe ver kom je dan? Waar gaat het dan over? Kom je eruit? Krijg je misschien dan informatie over wat ze dan wel of niet hebben? Ja. Maar ik vond dat een heel naar proces, omdat je eigenlijk weet dat je met criminelen aan het onderhandelen bent, die je overigens niet ziet. Je kunt ze niet in de ogen kijken, je kunt ze niet vastpakken of wat dan ook, wat je ook zou willen doen, zeg maar. Dus het is een hele rare situatie, vond ik het. Ja, ja. Het voelt een beetje een slechte voetbalanalyse, maar het is wel interessant om ook te benadrukken wat Thijs in mijn ogen heel goed heeft gedaan en wat ook voor andere bestuurders interessant kan zijn. Je sprak op een gegeven moment over die handelingssnelheid. Er zijn hele basale dingen die ongelooflijk belangrijk zijn bij een aanval, maar ook daarvoor. Is überhaupt al weten wie je moet bellen. Hoe snel bel je? Dan heb je zo'n verzekering. En wat Thijs helemaal terecht zegt, dat is niet altijd het herstel, maar dat je überhaupt een centraal punt van contact hebt.
Die kan je bellen, die gaan dingen regelen. Wat doe je wel? Zet je je laptop uit, klap je hem dicht. Het zijn allemaal dingen die je van tevoren af kan spreken. Ook die vraag in een directie. Heel interessant om gewoon eens een keer een directieoverleg te doen. Stel, het gebeurt ons, betalen we met die en die opties. Dus dat zijn echt dingen. Snel handelen, dat is echt ongelooflijk belangrijk. Ja, daar ben ik wel met je eens, Steve. Ik denk dat inderdaad, hè, een heel praktisch voorbeeld wat je zei. Klap je je laptop dicht. De eerste reactie is alle lijnen eruit. Ja, wij als incident responders zeggen nee. Niet alles eruit trekken. Zet je laptop dicht, maar laat hem vooral aanstaan. Want op het moment dat jij hem uitzet, kan ik helemaal geen sporen meer uithalen. En dan vooral verslechtert dus je informatiepositie en dus je onderhandelingspositie. Ja, dat timing, dat hoor je continu terug in jouw verhalen. Waarbij je ook aangeeft dat je enorm geholpen was door het feit dat je een verzekering had en dat team direct werd binnengevlogen. Ja. Joost. Ik heb een aantal gelukjes gehad, zeg maar. Dus wij stonden aan de vooravond van de migratie, zeg maar. Dus we hebben ook gelijk alles in een nieuwe omgeving gebracht. In de 11 dagen dat we, zeg maar, plat hebben gelegen, om het zo maar te zeggen. En gelijk gemigreerd. Ja. En dat gebeurt niet standaard. Dus daarvoor was ik blij dat ik een externe IT-partner had. Ja. Want die kan ademen in FTE, zeg maar. Ja. Dat had ik intern nooit gekund. Dus daar was ik blij mee. En ik was inderdaad blij mee, omdat ik begrepen heb dat, zeg maar, gemiddeld 21 dagen of zoiets een soort standaard is dat je dit probleem hebt, dat je uit de lucht bent. Nou, wij waren wat sneller in de lucht, omdat we wat geluk hadden en ik denk een enorme inspanning hebben geleverd. Maar als ik had moeten bedenken nog die donderdag wie ik had moeten bellen, dan had je waarschijnlijk een partij over de vloer uitgenodigd, als die al tijd voor je had. En dan had hij gezegd, Thijs, dat kost een paar honderdduizend euro. Nou hadden we intern gezegd, dan moeten we nog even iemand vragen. Ja. Want dat doen we dan maar eventjes. Nou, die had gezegd hetzelfde. En die had dan gezegd, nou, misschien kan ik maandag, dinsdag, en heb je al geluk, heb ik tijd voor je. Ja, ja. Dan was ik 4-5 dagen verloren. Ja, en je zegt het ook, als die er ook al was, toch Joost? Want dit is jouw vak, dit is wat jij doet. En ik hoor in de markt ook bedrijven die gehackt zijn. En die, er zijn niet heel veel bedrijven zoals jullie. En er is niemand beschikbaar. Nou, je kennen allemaal de grote en bekende namen. Maar in Nederland zijn er ongeveer zo'n 12 organisaties die hier echt in gespecialiseerd zijn. Daarnaast zijn er ook helaas nog wel wat grotere IT-partijen die ook specialisatie roepen te hebben. Waarvan wij weten dat die dat ook weer doorsourcen. Dus als je even alle marketingtaal eraf haalt, dan heb je het over een paar honderd man maximaal in Nederland. Die capaciteit en kennis hebben. En allemaal nog een bepaald specialisme hebben op wat voor type aanvallen er zijn. Dus die markt is dun bezaaid. Dus je moet als organisatie echt erover nadenken. Als het me gebeurt, wie ga ik dan bellen? En niet dan een keer de klapper openslaan of de gouden gids pakken. Ja. Want de kans dat je dan inderdaad gewoon nee te horen krijgt. En wij moeten af en toe zelfs gewoon nee zeggen. Ja. Omdat er zo enorm veel aanvallen zijn. Ja, en dan krijgen wij ook de afweging, hè? Wie ga je wel helpen of niet? Ja, en die willen wij niet maken. Maar het enige wat ik kan zeggen tegen de ondernemers is, zorg dat je niet in die situatie komt. Dus plan het inderdaad. En ga zorgen dat je in ieder geval met elkaar interne afspraken hebt. Wie moeten we wel bellen? Ja. Dat is echt belangrijk. En durf ook te investeren in het enige probleem wat ik nu wel zie in de cybersecurity-industrie. En daar helpt Thijs enorm mee. Door gewoon open te zijn. Ja. Dat het is niet zo dat het onmogelijk is om hier iets tegen te doen. Alleen, we zijn allemaal in bedrijf, we zijn allemaal aan het ondernemen. Dus ja, het kan zijn dat je bepaalde dingen en een foutje maakt. Ja. Maar ik denk vooral nu beseffen dat je kan investeren in preventie. Niet alleen, je kan niet hopen dat, want we zijn net de vraag, mijn bedrijf is voldoende beveiligd. Ja, ik ben vandaag gezond. Morgen kan er iets gebeuren. Dus er kan morgen een patch uitkomen of een fout in Windows. En morgen ben je weer onveilig. Dus het is een continu proces, maar investeren in preventie is ook onderdeel van niet in die. En dat vind ik ook vandaag om de kijker, de bestuurder vertrouwen mee te geven. Je kan ook wel doen, maar er moet wel een bepaalde mindset in ieder geval zijn. En daar helpt het, denk ik. Ja, ik denk dat het beseffen, en ik denk dat Thijs dat ook heel goed aangeeft, is het is in eerste instantie lijkt het een IT-probleem. En van een IT-probleem wordt het een volledige bedrijfscrisis binnen een paar momenten, binnen een paar minuten. Ja. En dan moet je in één keer dus een IT-probleem ook als bedrijfscrisis gaan zien. Nou, als je dat nou ook doet in die preventiekant en in de oplossingenkanten, probeer het na te denken over wat als er wat gebeurd is. Dus je gaat meer uit dat het bedrijf inderdaad al getroffen kan worden. Welke maatregelen ga je dan treffen aan de preventiekant om die kant zo klein mogelijk te maken? Nou, dan heb je mensen voor, dan heb je processen die je moet inregelen. En je hebt er allerlei type technieken voor die je ervoor kan inzetten. Het is er één van. En je gaat zorgen dat je aan de achterkant met elkaar erover nagedacht, als het niet gebeurt, met welk team moet ik dit dan gaan aanvliegen? Hoe zitten we met z'n allen als directie in de race? Hoe gaan we communiceren? Ja. Wie gaan we moeten bellen?
Dan heb je een heel groot deel. En dat hoef je op dat moment nog eigenlijk helemaal niet heel veel te kosten. Hè? Ja, ja. Het is gewoon maak dit nou onderdeel van je bedrijfsoperatie. Ja, inderdaad. En niet achteraf. Want dat is het meeste wat ik hoor van iedereen die ik achteraf spreek. Die zegt, als ik hier maar eens eerder even over nagedacht had. Ja. Nou, de meest makkelijk goedkoop is, plan het nou volgende MMT, 2 uur de tijd. We gaan het alleen hierover hebben. Dus kijken wat dat gaat opleveren. Ja, inderdaad, als je het over het risico hebt, dan heb je het over de twee facetten. Hè? Wat is de kans dat dit je nou overkomt? Kan ik die verkleinen en kan ik de impact verkleinen? Correct. En die maken samen natuurlijk dat risico. Ja, en die geven een risk appetite. Ja. En misschien is het ook wel goed om even te kijken, want je begon er net al over, wat onze kijkers geantwoord hebben op de vraag, mijn bedrijf is voldoende beschermd tegen cybercrime. En daar zegt een grote meerderheid, 59%, mijn bedrijf is niet voldoende beschermd tegen cybercrime op dit moment. Ja. Is dat ook iets wat jullie, Dave en Joost, herkennen? Ja, ik denk dat we dit wel herkennen. Het is ook heel lastig, en dat is ook de discussie nu, wat is voldoende? Ja. Wanneer, en ben je als ondernemer in staat dat risico goed in te schatten? Weet, nou, ik moet dit doen, dan ben ik veilig. En dat is het moeilijke, dat digitale veiligheid niet een soort haalbaar iets. En nu ben ik veilig en dan, het is een continu proces. En ik denk ook wat Thijs beschrijft, en dat is ook wel gelukkig dat we steeds meer die emotionele kant zien. Wij benoemen het niet voor niets een digitale hartstilstand. Ja. Dat is wat je bedrijf overkomt. Dus je kind krijgt een digitale hart. Nou, dat maakt misschien erg hoog draad, maar dat knoop je dan aan elkaar. En de mensen die ja zeggen, ik snap ook wel dat je veel kan doen. Alleen het proces erachter is zo belangrijk. Je kan nu vandaag alles goed doen, maar heb je volgend jaar ook die backup nog draaien? En test je dat ook? En we kennen allemaal ons huis. Ik denk dat we nog steeds allemaal klusjes moeten doen en balken moeten... Dat zal je blijven moeten doen. En dat is... Maar als laatste, om ook weer hoopvol te blijven, ben je voldoende beschermd? Joost zei al, zo'n aanvaller heeft ook meerdere stappen nodig. En laten we dan ook beseffen dat doordat zo'n aanvaller meerdere stappen nodig heeft, kunnen we ook tegen elke stap, zou je wat kunnen doen. Dus vooral ook het inbouwen daarvan is heel belangrijk. Nou, ik denk inderdaad dat je daar gelijk mee hebt. Je moet over een heleboel zaken moet je gaan doen. Maar je moet wel, plat gezegd, even de tering naar de nering zetten. Bekijken wat is haalbaar voor jouw organisatie. En dat betekent niet dat je op al die stappen die criminelen doorlopen, dat je daar iets zou moeten doen. Maar je moet wel gaan inventariseren, waar heb ik nou het meeste, waar loop ik het meeste risico? En als je die stappen al kan verkleinen, dan doe je al zo enorm veel. Want even in de achteruitkijkspiegel, Thijs, waar lag bij jou het risico? Hoe zijn ze bij jullie binnengekomen? In die end, zeg maar, is het een ordinaire phishing mail geweest, buiten de omgeving. Dus dat is ook interessant. Dus... wat er dan vervolgens gebeurt is dat er ergens op hun locatie een wat zwakker systeem nog is. Met een zwak moment van een medewerker. Die dan ook nog iets opslaat op zijn lokaal wat er niet hoort te staan. Wat ze dan ook nog vinden. En dan ontstaat een soort sneeuwbal met veel gevolgen in dit geval. En het zat ook nog in een van de winkels die we wat recenter hadden gekocht. Zeg maar. Dus wat je ook wel leert is dat... als we steeds vestigingen en of locaties erbij kopen, dat we niet moeten wachten of concessies moeten doen, maar gelijk aan de voorkant door moeten gaan op het verhogen van de structuur naar zeg maar hetzelfde niveau als het centrale kloppende hart. Ja. Herkennen jullie dat? Is dat een bekend risico? We hebben natuurlijk veel bedrijven kort na elkaar overnemen. Is dit dan een extra risico? Als ik kijk vanuit de aanvalsmethodiek, dan is het voor mij aanvallen 101. Ja. Ja. Als ik met mijn aanvalsbril opkijk, is dat precies wat ik ga zoeken. Hey, partijen die veel overnemen, die zitten hoog in hun operationeel vermogen. Die willen graag groeien. Die hebben vaak ook een hoog rendement. Dus die zijn interessant. Dus elke dag dat ik ze kan vertragen, zijn ze meer bereid om mij te betalen. En dan zie je dat is dus de economische kant. Nou, dan ga ik zoeken naar hoe zit zo'n organisatie in elkaar. Bij overnames gaat dat 9 van de 10 keer staat er iets op de agenda wat we nog moeten doen. IT is daar één van. Security is daar één van. Perfect voor mij als aanvaller. Ja, en de focus ligt op integratie van precies, de bedrijven. Precies, ja, en vooral integratie aan de snelheid. Om te zorgen dat iemand mee kan in dezelfde marketing, in de uiting, in de verkoop. Ja. En die security, die doen we nog wel even. Ja. En dat zie ik eigenlijk ook in 9 van de 10 zaken terug. 9 van de 10 aanvallen die wij, waar we organisaties zoals, in dit geval heb ik Thijs dan niet geholpen, daar wil ik duidelijk over zijn. Dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben collega-organisaties gedaan. Maar stel dat ik Thijs zou hebben geholpen, zou dat precies ook het plek zijn waar ik ga kijken. Een van mijn eerste vragen zou zijn, waar heb je onlangs bedrijven aangenomen? Zijn die in het verleden ergens bij betrokken geweest? En in 9 van 10 gevallen zie je dus ook dat die koppelingen
van bedrijfsstructuren, waar dan de zwakste schakel dus in zo'n organisatie zit, mij vaak de toegang geeft tot de rest van de organisatie. Wat ik nog wel even duidelijk wil maken om, en daar verschillen we denk ik niet helemaal van mening, maar wel belangrijk, dat het is bijna nooit zo dat een crimineel echt heel gericht op zoek is. Dus laten we ook niet zeggen dat ze hele dagen op zoek zijn naar bedrijven die overnames aan het doen zijn. Het is wel een ongelukkige mix. Want ik hoorde thuis ook al zeggen, ja, ik dacht niet dat we allemaal al geïntegreerd waren. Dat gebeurt natuurlijk soms vaak wel. Dat moet gewoon gewerkt worden. Dus er wordt eigenlijk heel rudimentair zo'n bedrijf aan elkaar geknoopt. En dat is wat voor een crimineel eigenlijk is binnenkomen soms nog wel het lastige. Dat je binnen bent, je moet wel klikken, je moet zorgen als aanvaller dat je binnen blijft. Maar wij zeggen vaak, ja, het is een beetje van ei naar ui. Veel bedrijven zijn toch een ei. Als je eenmaal voorbij die schil bent, is het van binnen best wel zacht. En een bedrijf die net aan het integreren is, net aan het bouwen is, die wil vooral snelheid, flexibiliteit, moet met elkaar kunnen praten. Ja, en dat is voor een crimineel echt wel een snoepwinkel. Ja. Ja, en wat je ook zei, Thijs, er was dus ook een deel menselijk handelen. Ja. En een kijkersvraag komt er ook binnen die daarover gaat. Hoe kan je je medewerkers goed bewust maken van het risico van cybercrime? Dave, wat vind jij daarvan? Ja, ik heb hier een wat afwijkende mening, dus neem dat met een korreltje zout. Ik denk dat awareness trainingen ongelooflijk nuttig kunnen zijn. Ik denk alleen dat we te veel vertrouwen op het feit dat een medewerker die fout maakt. Dat gaan ze maken. Het is hun werk om een DHL-mailtje te openen. Het is hun werk om op een link te klikken. Neem niet mee, niet weg dat je ze moet informeren. Maar ik denk dat de zoveelste e-learning training, dat niet altijd de oplossing is. Waar ik heel erg in geloof, is iemand zo, nou, jullie zien eigenlijk hoe die aan tafel zit, zo iemand kan impact maken. Bespreek met je mensen waarom je dingen doet. Leg het ze uit. Neem ze mee. Doe wellicht een keer die verplichte awareness training, maar praat er vooral over vanuit het ondernemershart. Van ik hoop dat jullie mij willen helpen de onderneming te beschermen. Maar ervan uitgaan, als een medewerker klikt op een linkje en heel je bedrijf valt om, dan zijn er vaak andere problemen, IT-problemen, dan de dus het is niet dat je het weg kan laten bewust zijn, maar ik denk vooral de mensen meenemen waarom het zo belangrijk is. Dat, ik denk echt dat het daar grotendeels begint. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk als je kijkt naar een gemiddelde winkeldiefstal, dan voelt iedereen dat. He, als je dat ziet gebeuren in een winkel, dan denk je als medewerker, verdorie, dit is mijn tent. Datzelfde gevoel moet je zien te krijgen als het op digitaal gebied gebeurt. Ja. Ik kan voorstellen het gevoel dat er nu is in jouw bedrijf. Hè, de awareness die er nu is. Dat is de vraag. Hoe krijg je dat tussen de oren bij je mensen? Nou, dat zit wel goed. Maar het gaat ook wel toch vrij snel weer door. Dus ja. Dat is, en ze hebben nu allemaal het, wat is het, multifactor. Allemaal kloten. Kun je dat niet, kan dat niet anders of simpeler of... En waar je met, in ons geval, kwamen we uiteindelijk natuurlijk uit bij de persoon die per ongeluk iets verkeerd had gedaan. Ja. Maar daar hebben we echt wel even wat tijd aan moeten besteden, want die man die zou bewijzen van... weet je wel. En die voelde zich zo bezwaard. Ik denk dat je daar ook wel voorzichtig mee moet zijn. Dus het is ook wel goed om te bedenken van waar is het fout gegaan en... Ja, het is natuurlijk gewoon een combinatiefout, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is niet iets wat je iemand moet kunnen aanrekenen, zeg maar. Ja, heel mooi. Nee, ik denk dat je het goed gezegd. Ondanks de... Ja, je zou willen dat hij niet... Doe het niet. Weet je wel, maar ja, daar zitten we samen in het schuitje. We hadden allebei dit niet willen doen, zeg maar. Ja, inderdaad. Als we het hebben over dat risico, hè, dat bestaat dus ook over de kans. Wat zie jij nu gebeuren in de buitenwereld aan trends... die dat risico beïnvloeden? Ja. Wat heel belangrijk is, wat we eigenlijk aanvallers op grote schaal zien doen, is ze maken wel gebruik dat, voor mij is dat een heel beeldende term, dat je aanvalsoppervlakte groter wordt. Je hebt dus meer systemen die met het internet verbonden zijn, ook door de coronacrisis. Ergens faciliteert die ook wel weer de cybercrime-crisis. Je logt in op afstand via VPN. We hebben meer Office 365, willen op afstand werken. En wat criminelen doen, is echt... Het laatste een interview geweest met een criminele bende, de Conti-bende. Heel interessant om eens op te zoeken. Ja, en die crimineel zegt gewoon, het maakt ons niet uit wie het is. We hebben geen doelwit. Maar we vallen gewoon iedereen aan. Dus je bent niet per se doelwit, je kan wel slachtoffer worden. En het is vooral die geautomatiseerde aanval op dat soort systemen. VPN's op afstand, phishing op grote schaal. En we zijn natuurlijk ook allemaal nog aan het wennen aan Microsoft Teams, Office 365. Soms zie ik phishing-mails voorbij komen. Microsoft Teams, er wacht een gesprek op je, hier even inloggen. Nou ja, goed, ik weet dan natuurlijk, ik zit in dit vak, maar ik durf niet te zeggen dat ik niet op een tijdstip waar ik even druk ben, dat ik niet in een phishing mail zou kunnen trappen. Dus vooral die aanvallen van buitenaf, geautomatiseerde manier, dat neemt enorm toe. En
dit klinkt echt heel saai. Maar een van de belangrijkste dingen is niet, ja, ben ik heel weerbaar? Nee, ben je heel wendbaar? Vandaag kondigt Microsoft weer aan, je moet een patch doen. Hoe snel doe je dat? Ja. Hoe lang staat je? Dat zijn echt nog steeds de dingen die vandaag de dag belangrijk zijn. Hoe digitaal wendbaar ben je? En heb je een IT-bedrijf die dat snapt en die zegt, joh Thijs, we hebben een beleid, we patchen meteen als er wat is. Dat zijn nu wel dingen die heel erg belangrijk zijn. Ja, ja. En je zegt ook, ze schieten eigenlijk met hagel. Ja. Hè? En dus ik kan me ook voorstellen dat jij van tevoren hebt gedacht, ja, waarom zouden ze mij kiezen? Maar dat is dus ook niet wat er gebeurt. Je hebt gewoon een aantal verschillende types van cybercrime. Of van digitale aanvallen. En 85-90% van de aanvallen zijn gewoon platte criminaliteit. Ja. Met één doel, geld verdienen. En dat zal ze echt een zorg zijn of je nou een auto in de auto-industrie zit, of dat je in een boekenclub bent, of een school. Maakt ze niet uit, zolang ze maar betalen. En criminelen zijn op dat punt gewoon net mensen, die zijn gewoon lui. Dus die kijken, wat is het meest gemakkelijk? Hoe meer zwakke plekken jij hebt, hoe gemakkelijk het is om in eerste instantie te zorgen dat ik als crimineel een achterdeurtje plaats. En daarna ga ik wel kijken. En dan kom je bij de wat meer geavanceerdere criminele aanvallen van, goh, wat is er te halen bij deze club? Wat misschien voor bestuurders het wel makkelijk maakt, ook voor iedereen die kijkt, is, wij onderscheiden twee typen aanvallen. Een aanval van buitenaf en een aanval van binnenuit. Ja. Bij Thijs een aanval van binnenuit. Iemand opent een phishing mail, super effectief, want je bent meteen op een pc in het bedrijf. En dan is het heel belangrijk, hoe kan je beperken dat alle pc's met elkaar kunnen praten? Kan je voorkomen dat een crimineel naar pc's kan hoppen? Nou, en bij een aanval van buitenaf, hoe je eigenlijk zorgt dat alle muren en ramen en deuren op slot zitten door te patchen, tweestapsverificatie, wat soms nog altijd te lastig is, maar wel heel, heel erg effectief is. Dus ja. dat zijn echt de twee, om het even plat te slaan, twee dingen die belangrijk zijn. Ja, inderdaad. Je vertelde ook, Thijs, want je merkt dan, hè, dan die crisis is er. Dan ligt het thema op tafel in je MT, in de boardroom. Ik wil jullie de volgende stelling voorleggen. Het thema moet een vast thema zijn in de boardroom. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, voor, ik wil het zo toelichten, maar ik ga kort door de bocht. Voor mij eens, maar ik ben heel benieuwd hoe de ondernemer in kwestie daarnaar kijkt. Nou, ik denk als je alleen zeg maar cybersecurity als thema op je boardroomagenda hebt, dat die een beetje te smal is. Ja, eens. Ik denk wel dat wij zeg maar de belangrijkheid van zeg maar IT als backbone en zeg maar het bedrijfskritische daarvan best wat hoger op onze agenda hadden kunnen zetten. Ik denk dat dat wel zo is. Hè. We praten vaak over, hebben we genoeg voorraad? Hebben we de juiste mensen? Hebben we genoeg geld om de dingen te doen? En deze hoort erin thuis. Ja, en dat bedoel je ook mee dat je echt snapt hoe je organisatie werkt als geen enkele computer het meer doet. Oh, dat is sowieso leuk om te zien, hè? Want er waren dus echt mensen in onze organisatie die begrijpen dus het proces niet. Nee. Als het proces niet gedefinieerd wordt door een systeem. En dan heb je nog wat training te doen. Hè? Dus we hebben natuurlijk een fase gehad van wie schrijft, die blijft. Want we hadden niks anders, dus we moesten de ouderwetse klappertjes weer gebruiken. Ja, en dan zie je echt mensen die weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn. En dat is zorgelijk, zeg maar. Hè? Maar dat is meer, het zit er meer in het proces uitleggen van je bedrijf. Dus dat is gewoon trainen. En IT moet faciliteren, zeg maar, vind ik altijd. Hè? Dus het moet gewoon je bedrijf slimmer, beter of sneller maken. En natuurlijk, we zijn allemaal druk geweest met alles digitaliseren. Nou, dat is in principe goed. Maar ik heb er ook wel een beetje stress van, soms. En ik vind dan zeg maar het beveiligen van datgene wat zo belangrijk is. Ja, dan is dat een wezenlijk onderdeel van dat agendapunt, zeg maar. Ja. Maar het is groter dan dat alleen, zeg maar. Zeker, ja. Zeker. Ja, business continuity is denk ik een heel relevant thema op elke boardroom agenda. Ja. Dan zak je heel snel afdenken, oké, waar hebben we nou een grote afhankelijkheid aan? Geld, leveranciers. En dat is wat nu denk ik het probleem is. Je afhankelijkheid van IT is enorm groot. Elke bestuurder die zich af zou vragen, wat als mijn IT niet meer werkt, wat werkt er nog wel? Nou, dat antwoord is vaak vrij weinig. Ja. Nou ja, dan weet je, het grootste risico is dus het uitvallen van IT, de cyber. En dan moet het op de agenda. Maar ik vind het wel mooi dat business continuity, daar gaat het eigenlijk om. Dat is denk ik het hoofdthema waar dit onder valt. Uiteindelijk is het één van de risico's, ondanks dat het nu één van de belangrijkste. Maar het blijft een risico.
Ja. Ja. Ja, maar, corona hadden we natuurlijk ook niet met z'n allen bedacht. En nu zie je dat. De pandemie stond niet bij ons op de. Precies. Nee, bij ons ook op niet. Op de risico's. Op de risicolijst. Ja, ergens 10. Helemaal onderaan. Ja. En ik denk dat dat in dit geval van Thijs ook zei, dat het heel erg scheelde dat zij de verzekering hadden. Die meteen zei, oh, by the way, wij hebben inderdaad wel partijen met wie we samenwerken. Of we hebben een idee, of we hebben regievoerders. Hier. En die neem je dan bij de hand. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat er een aantal vergaderingen niet nodig waren binnen de organisatie. Omdat je dacht, nou prima, die oogt alsof die door heeft waar hij het over heeft. Prima, ik ga daarin mee. Wat ik wel interessant vind, wat Thijs ook zegt, en dat is iets waar organisaties goed over na moeten denken, is ja, je geeft dan in zo'n situatie, je ligt je eigenlijk al op de rug en je moet ook nog eens alles uit handen geven. Mm-hmm. Ja, aan mensen die dan binnenkomen, die een bepaalde taal praten, die jij niet praat. Wij hebben het gewoon vaak over bitjes en bytejes. Dus het blijven vragen als bestuurder, waar ben je mee bezig? Wat kan ik voor je doen? Wat moet ik nu doen? Dat is wel degelijk iets wat bestuurders ook echt moeten blijven doen. Daar gaan incident responders, die willen dat af en toe in de heat of the moment ook vergeten. Net als brandweermensen. Die vergeten wel even uit te leggen dat ze de buren staan te blussen. Ja, waarom? Omdat het niet overspringt. Maar ja, ik kan niet begrijpen dat dat, of als iemand mij niemand vertelt dat het belang is dat die tent wel blijft draaien en operationeel is. Dus je moet als bestuurder ook beseffen dat je niet, als je zo'n incidentregieorganisatie binnen hebt, dat die dan alles overnemen. Dat je die ook moet blijven bevragen en moet helpen om hun werk zo efficiënt mogelijk te blijven doen. Ja, en idealiter kan ik me voorstellen dat dit ook een plek heeft in je business continuity plan. Correct. En ja. Die vraag willen we ook graag voorleggen aan de kijkers. Die stelling, ik oefen mijn business continuity plan gericht op cybersecurity. En we zijn benieuwd in hoeverre die er is en of die ook geoefend wordt. Want dat is dan ook wat je zegt, dat je echt scherp hebt. Als dit gebeurt, dan gaan we deze en deze stappen ondernemen. Ja, het is een beetje een BHV-oefening. Hè? Een BHV-oefening die doen we als organisatie denk ik heel vaak. En dan staan we allemaal te morren, sta je toch buiten. Je neemt nog net even je jas mee, hè? Of toch nog een bakje koffie. Maar uiteindelijk doe je het wel. En als het een keer gebeurt, dan heb je toch een idee van, oh ja, ik moet nu dan toch wel echt mijn spullen pakken en ik loop naar buiten. Misschien niet in dezelfde snelheid zoals de BHV het graag zou willen, maar je gaat het doen. En je ziet eigenlijk bij IT dat als er een cyberincident is, dat iedereen in een soort van Pavlov-reactie ontstaat. Schiet. Leveranciers gaan alles doorhakken. IT-organisaties of MSP zien we ook al beginnen hun straatjes schoon te vegen. Iedereen gaat terugduwen, want het moet vooral niet mijn probleem zijn geworden. Ja, ik denk daar moet je wat mee. Daar moet je dus op gaan oefenen als organisatie. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Nou, Thijs, zijn een aantal heel interessante dingen als bestuurder zijn. Dat op een gegeven moment door dat oefenen, enerzijds je hebt een proces en structuur, dat is altijd fijn. Maar je hebt bepaalde, om toch een beetje management achter te houden, je hebt bepaalde KPI's. Wat Thijs is zo interessant dat mensen denken, een backup is terugzetten en het werkt weer. Hoe lang duurt dat in onze organisatie om een backup terug te zetten? Hoe vaak hebben we dat getest? Hoe vaak hebben we überhaupt een noodscenario getest? Hebben we een doem? Dat zijn allemaal, en als je dat, en ik snap echt niet, elke bestuurder gaat die morgen met een slag en wil elk kwartaal overleg die KPI's weten. Maar dat je ergens een beetje weet, die context, nou, dit is ongeveer die afhankelijkheid van IT en zo gaan. Dat zijn echt hele interessante dingen. En wat Joost zegt, iets wat wij in het kader van de awareness-vraag die net iemand stelde. Wij adviseren bedrijven ook steeds vaker om met digitale hulpverleners te gaan werken. Ja. Misschien wil je niet heel je personeel trainen, want die een heeft er geen zin in. Of nou ja, die hebben gewoon eigenlijk niet zoveel zin of geen idee. Maar een paar mensen vinden dit altijd leuk in zo'n organisatie. Nou, ik vind het een interessant onderwerp. Train die dan heel goed. Ja. Leer die wat te doen als er wat is. En dat zou ook een. En natuurlijk alle kennis hebben van het bedrijf. Ja, want als een brandweer ook is, die gaat op zoek naar die hoofd BHV. Die zegt, oké, hoeveel mensen heb ik in het pand? Exact, hoe ziet het systeem eruit? Hoeveel vloeren zitten jullie? Ja. Ja, wat ik al zei, ik stel die vraag ook en dan kijkt iedereen aan. Nou, geen idee. Maar mijn mail doet het niet. Weet je wel, dat is dan. En terecht wat jij zegt. Ik denk dat het inderdaad je zoiets goed zou kunnen inrichten. Ja, dan ben je daar enorm mee geholpen. Een praktisch punt, en dan is het leuk, denk ik. Kwink zag ook, naar ING. Als je klant bent bij de ING en ik moet even 3 miljoen beschikbaar maken om te gaan betalen in bitcoins. A, kan ik dat? Mag ik dat vanwege de MOT-meldingen? Hoe snel is mijn accountmanager om dat te regelen? Ook als hij op vrijdagavond dit nodig heeft, omdat ik het zaterdagochtend wil betalen. Allemaal stappen waarvan je pas gaat nadenken als de vraag er op tafel ligt. Ja, herken je dat, Thijs? Ja, wij zijn wel gewaarschuwd als we zeg maar een betaling zouden doen, dat we dat wel vooraf bij onze bank kenbaar moesten maken. Ja. Omdat je feitelijk een transactie zou doen met een criminele organisatie en dan zelf als bedrijf een probleem zou kunnen krijgen. Ja. Dus dan, het probleem is nog niet groot genoeg. Dan nog dan zou het nog iets groter worden. Maar goed, in ons geval was dat niet aan de hand. We zijn er wel voor gewaarschuwd. En die had ik niet bedacht, eerlijk gezegd. Nee.
Ik denk, hey, in het proces, stel dat ik iets moet overmaken en ik maak iets over. Ja. Had ik niet gedacht van, bedenk wel even dat je bank dan vervolgens zou kunnen zeggen dat. Ja, ja. Die zat niet in me. En wij wisten overigens ook niet, want je hebt het over die backup net, terecht. Dat probleem is veel groter dan ik had gedacht. En ik denk inderdaad dat veel mensen denken van, als ik maar een backup heb, ben ik weer in de lucht. Ja, ja. Het weer opbouwen van al die systemen of blanco zeg maar klaarmaken. En daar hadden wij ook niet de namen voor wie we dan moesten bellen. Ja, dus we wisten wel van, voor operationeel dit moet je dan die bellen. Maar niet van, dat is de directeur van het bedrijf en als er echt problemen zijn, dan ga ik die bellen. Ja. Dat is iets wat Incident Response ook niet doet. Hè. Dus de digitale brandweers, zoals wat wij doen. Wij zorgen dat in ieder geval de crisis zo goed mogelijk wordt bezworen. Maar er is een moment waarop je zegt, oké, nu ga je weer in opbouw. Dat loopt altijd een beetje parallel door elkaar heen. Maar je gaat weer een opbouw. Maar dat is niet wat wij doen. Nee. Dus wij nemen niet dat alles over van IT. Want ik heb geen idee hoe de Begane-groep ingericht is. Ja, inderdaad. Ja. Ik kan me met name voorstellen, wat jij natuurlijk aangaf, dat die tijd is super belangrijk. Dat je tijd wint op allerlei vlakken. Ja. Doordat je er allemaal een keer geoefend hebt, over nagedacht hebt. Wat jij zei, die scenario's, gaan we wel of niet betalen? Wanneer wel, wanneer niet? Ik denk echt dat als je als bestuurder een aantal vragen zou moeten of willen stellen, zijn dat de vragen waar je denk ik je ook tot moet beperken. Ja. Hebben we dit geoefend? Hoe vaak? En wat waren de uitkomsten ervan? En kunnen we dat volgend jaar een keer nog doen? Of volgend kwartaal? En kunnen we daarop verbeteren? Handelingssnelheid is zo ongelooflijk belangrijk in dit soort incidenten. Met name ook wat jij zei, om je liquiditeit te managen. Ja. Hè, te weten van, hoe lang kan ik? Hoe lang hou je het vol? Hè? Hoe lang hou ik het vol? Ja. Ja. En dat is ook echt onderdeel van elk business cultuur. Maar hoe lang kan ik zonder IT? Wij hebben logistieke bedrijven gehad die we bijstonden. Die zeiden, Dave, met onze logboek hoe dat werkt. Hij zegt, als wij data hebben ouder dan 12 uur, dan loopt alles in de soep. Kunnen we helemaal geen plannen? En dat is weer anders voor een... Ja, ik had daghandel, hè? Dus dat moest per dag weggegooid worden. En nou ja, dan zag je op een gegeven moment gewoon... In dit geval was het dan ook in de voedingsindustrie. Ja, dan had je gewoon hele lading die weggegooid moest gaan worden. Ja, dan werd ook wel tegelijk... Ja, dat is ook weer zonde. Kunnen we daar dan ook niet een plan voor bedenken? Kunnen we dat niet ergens aan de voedselbank brengen? Weet je, dat is... Ja. Op een gegeven moment ga je met hele andere dingen bezig dan die relevant zijn. Ja, denk erover na. Ik denk dat als je geen business continuity plan hebt, ga niet proberen om eind volgende week dat helemaal afgedicht te hebben. Ja, het kan heel simpel. Communicatie. Communicatie wisten we ook niet. Dus juridische bijstand moesten we ook nog zoeken. En we komen nu nog dagelijks achter dingen die we ook niet wisten. Dat ga je ook niet oplossen met de continuity. En ook al heb je een plan, weet je wel. In het plan schrijf je niet op wat je niet weet, zeg maar. Ik wist ook dingen niet dat ik zeg, we moeten dus alle magazijnen weer tellen. Ja. Want we weten niet meer wat er wel en niet ligt. Want wat het in de tussenliggende periode is uitgegeven op papier, kan ook verdwenen zijn. Verdwijnen natuurlijk in zo'n fase verdwijnen er ook wel eens spullen in je bedrijf. Ja, het zijn natuurlijk 90% zit aan boord. Maar er zijn er ook altijd mensen die denken, dit is mijn window of opportunity, om het zo maar te zeggen. Ja, echt. Ja. Ja, dus je moet ook een beetje controleren wat er gebeurt, is ook helaas nodig. Ja. Hoe rapporteren jullie nu in de boardroom, niet in detail, maar het incident, bespreken jullie het nu ook wekelijks? Hoe doe jij de update, zeg maar nu, de debriefing van heel dit incident? Er is nog steeds een priorlijst en een update. Dus we hebben de eerste 2-3 weken hebben we iedere dag crisisbestrijding gehad, zeg maar. Dus iedere dag, einde dag update. Ja. En nu hebben we nog steeds een aantal applicaties die niet draaien of nog niet werkend zijn. Dus zeg maar, dat is meer als het gaat samen met onze IT-partij. Ja. En dan hebben we operationeel, dus we hebben een verzekering. Dan moeten we zeg maar de claim uitwerken. Nou, dat is best wel complex. Plus het verzekerde som is niet meegegroeid met de snelheid waarom ons bedrijf is gegroeid. Hè? Dus ik kom er ook een beetje aan tekort. Maar goed, dat is zeg maar gewoon mijn eigen schade. En dan hebben we zeg maar nog gewoon de operationele problemen die we bespreken. Dus we hebben achterstanden nog weg te werken. We duiken meestal in bij ons bedrijf in een drukke winterperiode in. Daar is gewoon de onderhoud binnen de werkplaats en bij schade is gewoon wat drukker. En dan moet je nog inhalen. Dat is best wel lastig. Nou, en we hebben natuurlijk nu met corona wat extra ziekteverzuim. Dus als je dan ook nog een keer een inhaalslag moet maken, dan wij zijn blij als we voor de kerst klaar zijn. En dan weet ik zeker dat we nog dingen kwijt zijn of vergeten zijn. Of, moet je nagaan als je zeg maar, het gaat over 10-11 dagen. Ja. Maar de nasleep is gebeurt. Veel langer. Ja. Hebben jullie nog hulp aangeboden gekregen van jullie grote leveranciers? Wij zijn in een trend waar ik heel blij mee ben, dat echt grote jongens steeds vaker gaan zeggen, wij gaan onze wat kleinere leveranciers helpen met preventie. Hebben jullie überhaupt... Nou, we hebben wel zeg maar hier binnen ons netwerk. Hè, dus wij zijn onder andere zeg maar dealer van een aantal automerken. Mm-hmm. Nou, daar is er wel over gesproken, zeg maar, van hoe kunnen we dit
zeg maar, integraal bekijken. En kijk, zij moeten ook weer terugkoppeling geven. Dus de partijen waarmee je samenwerkt, die ook nog eens weer een data protection office hebben in het buitenland. Mm-hmm. Nou, dan, meer vragen, dan, meer surveys. Dan begint het feest. Hè? Dus ja. Er zijn natuurlijk ook partijen die komen nu langs en die gaan koffie drinken. En die moeten ook hun legal langs en die hebben ook... Ja, het is kost je echt... Dat is verborgen gevolgschade nog, hè? Ja. Want moet je kijken, dat hoeveel tijd je dat kost... terwijl je eigenlijk bezig wil zijn met je bedrijfscontinuïteit weer. Ja. Maar dit hoort er allemaal bij. Ja. Stakeholder management gaat echt... en het is belangrijk, hè? Begrijp me niet verkeerd. En ze willen graag weten wat is er gebeurd... en heeft het impact op ons, moeten we iets doen en zo. Ja. Weet je? Is dat ook hetgene misschien wat je de bestuurders die nu kijken... mee kan geven? Dat iets is wat je onderschat? Nou, ik denk dat wij als directieteam de eerste maand sowieso niks hebben kunnen doen. 5-6 weken zijn we alleen maar intern bezig geweest. En nu, ik denk 50-50. Dus dat we nog steeds allemaal gesprekken hebben met zowel intern als extern. Met alles behalve gewoon normaal de business te doen, zeg maar. Ja. Kost veel tijd. Laten we zo even verder praten over de keten. Misschien nog om heel even terug te komen op de vraag die we hadden gesteld aan de kijkers. Daar heeft op beantwoord 21% zegt ik heb een business continuity plan en dat oefen ik ook. 27% zegt nee, ik oefen het ook niet. En 52% zegt ik heb geen business continuity plan. Dus daar valt ook winst te halen. Maar om even terug te gaan naar de keten. Thijs, zijn er dingen die jij nu zelf naar leveranciers, acties die jij onderneemt om dit risico te managen? We hebben binnen de problemen die we gezien hebben, hebben we er een aantal die echt structurele verbetering vragen. En is dat zeg maar dat bepaalde applicaties de nieuwe Windows-versies bijvoorbeeld niet aankunnen. En dat is een groot probleem. Dus dan betekent dat, zeg maar... En ik probeer niet te technisch te praten, dus help me. Maar bepaalde beveiligingsniveaus draaien vanaf Windows... weet ik veel, 2016 als die bestaat. Ik weet het niet. Maar, of 18. Maar dan heb ik een applicatie, die kan daar weer niet op draaien. Ja. Dus dan heb ik, zeg maar, een soort conflict. Want dan als ik kies voor de maximale beveiliging... heb ik operationeel een uitdaging. Ja. En daar zijn we wel in gesprek. Van, joh, wanneer komen jullie met jullie... Goede systemen, om het zo maar te zeggen. Ja, dan zie je ook dat het een probleem is... dat eigenlijk door heel de keten gezamenlijk moet worden aangevlogen. Ja, en dat is precies je zwakke plek, die ik als aanvaller... Ja, als ik met mijn aanvalsbril kijk, kan gebruiken. En dan zie je dus in een soort van squeeze... want je wil je bedrijf laten doordraaien... en de rest kan enorm, je kan enorm veel geïnvesteerd hebben... dat de rest allemaal veilig is. Maar als dat probleem niet wordt opgelost... Ja, en we moeten ook echt oppassen voor een soort ieder voor zich mentaliteit. Er zijn heel veel vergelijkingen als het om cybersecurity aangaat. Ja, je moet gewoon net iets veiliger zijn dan je buurman en is je buurman het. Ja, alleen in de digitale wereld doen we allemaal zaken met elkaar op een of andere manier. En ik denk dat daarom die hele filosofie en dan zullen we misschien stoppen met thuis complimenten geven. Maar op een gegeven moment moet je zorgen dat je je leveranciersketen meekrijgt. We moeten elk systeem die veiliger is, zodat we allemaal veiliger zijn. Dus het hele idee dat je dat zelf moet regelen. Nee, we moeten dit met elkaar. En ja, je moet ook wel eisen naar elkaar stellen. Maar probeer elkaar dan ook te helpen. En dat zien we ook naar IT-leveranciers. Dat veel bedrijven de afspraken met hun IT-leverancier ergens vaag wel weten. Maar niet zwart op wit hebben. Monitoren die 24/7. Hoe lang mogen ze wachten met het updaten van... En het gaat om dat heel vijandig met elkaar is. Maar heb je dat op papier staan? Ja, en veel bedrijven... Onze ervaring is dat vaak niet gebeurt. Klopt, maar wat we ook stellen, heel duidelijk, Dave... Security is niet sec alleen IT. Dat gaat veel verder. En een gemiddelde IT-organisatie of gemiddelde IT-afdeling binnen je organisatie... weet veel van security, maar is geen security specialist. Daar moet je dus echt naar zoeken. Dat je zegt, ja, weet je, als ik een paar beheerders heb die ook mee zijn gegroeid met de overnames. En dat zie ik echt heel vaak. Die jongens zitten al aan de max. Of hebben al een aantal keer geroepen, ja, maar ik weet dit en ik heb dit aangekaart. Het wordt niet opgepakt. Ja. En dan zie je, oké, ja, maar jullie doen security erbij. Hè? We hebben een security officer en dat is, ja, wie heeft er thuis een piano? Wie straks een vinger op? Ja, jij bent de security officer geworden. Net als hè, de AVG of de FG-man die hadden. Dus neem dat serieus als bestuurder. Hè? Ja. Dus bekijk of je daar inderdaad met de CISO iets mee kan doen. En je hebt allerlei frameworks die je kan gaan gebruiken. Allemaal hartstikke leuk. Maar maak het nou eens zo simpel en efficiënt mogelijk. Wat betekent het nou voor je organisatie? En als IT daar een ondercapaciteit heeft, zorg dan dat er iemand specifiek benoemd gaat worden. Die al die vraagstukken voor zichzelf gaat bekijken. En zegt, wat is relevant voor mijn bedrijf, om te zorgen dat het continu kan door blijven draaien. Misschien moet ik iets meer aan techniek doen, misschien moet ik meer aan informatie doen, maar misschien moet ik inderdaad in die hele keten met mijn partners gaan bekijken hoe we dat gaan doen.
En er zijn nu wel wat grotere organisaties inderdaad in Nederland die daar actief mee zijn. En wat leveranciers die zeggen, dit gaat mij wellicht overkomen. Ik ga eens door mijn netwerk heen kijken. Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? In de transport. Als de transport van de spullen, als de distributie niet meer werkt, kan ik dan nog verder? Of loopt dan ook mijn fabriek een risico? Hoe lang kan ik dan mijn medewerkers vasthouden? Het zijn allemaal zaken die je moet gaan bespreken. En waar je ook bestuurders elkaar ziet opzoeken. Ik vind dat echt een hele goede stap. En zet je leveranciers eens bij elkaar in één ruimte. Ja. Vaak zien we grotere bedrijven, die praten met een IT-partij terecht. Een security specialist, een softwarepartij. Ook als ik thuis was in de toekomst, zou ik zeggen, ik zet eens aan tafel mijn IT-partij, mijn belangrijkste leverancier, een security specialist. En wij zijn allemaal klant van jullie. Hoe gaan jullie ons helpen in de tijd? Ja. Dus zet ze ook gewoon elkaar transparant aan tafel. Ja, dat vind ik ook. En ik zou altijd een externe partij, niet zijn die eigen IT-partij, een scan laten uitvoeren op je omgeving. Ja. En want anders, als je het je IT-partij vraagt, vraag je natuurlijk om zijn eigen werk te beoordelen. Ja. Dat vind ik onverstandig. Hè? Dus vraag de specialisten om eens te kijken van, joh, wat vind je nou van mijn omgeving? En van de knoopjes die er gelegd zijn. Ja. Ja. En waar vind je dat we actie moeten ondernemen? Ja, om ook te peilen, hoe sta ik nu? Het is best complexe materie. En ik ben met mijn bedrijf bezig. En onderdeel hiervan is deze materie natuurlijk. Maar ik heb er geen verstand van. Ja. Dus die expertise moet ik gewoon inhuren. En een goed IT-bedrijf staat er echt voor open. Ja. Die zegt, we gaan mee, we zijn wel benieuwd. En als een IT-bedrijf ook weten. Heel erg in de anker schiet van, maar dat willen we niet. Ja, dan moet je even extra opletten. Dan moet je zorgen gaan maken, hoor. Dan moet je wel zorgen maken. Ja. We hebben heel veel besproken. Ik zou nog jullie willen vragen, wat is nou echt de belangrijkste tip die je onze kijkers nog zou willen meegeven? Joost, laat ik bij jou beginnen. Zet het nou de volgende week een uur op je agenda. Wat je vandaag hebt meegekregen, zet het op de agenda. Bespreek het met elkaar. Zeg eens, we hebben die sessie gezien. Hoe doen wij dit? Wat als dit nou dinsdag gebeurt? Hoe gaan we dan acteren? Wie neemt welke rol? Begin daar. Ja, toch een stukje van dat business continuity plan al met elkaar gaan vormgeven. Nou ja, zonder dat je het hele plan vormgeeft. Bespreek nou gewoon eens wat gaan we nou doen? Wie gaan we bellen? Ja. Hoe gaan we met elkaar intern communiceren? Is WhatsApp dan het kanaal? Moeten we mail? Doet het misschien niet? Kunnen we misschien nog wel bellen? Bellen we via VoIP? Ja. Doet onze telefoon het dan nog? Ja. Hele praktische dingen. Maak het nou eens gewoon heel praktisch. Ja, zorg dat jouw nummer ergens op papier staat. Precies, ja. Dave? Ja, dan in vervolg daarop ga ik heel erg voor Lead by Example, waar ik enorm in geloof. Elke bestuurder die kijkt, jullie zijn thuis ook veel gevoelige gegevens, een netwerk daarbij. Maak gewoon gebruik van, laat zien dat je het belangrijk vindt. Lok je pc als je wegloopt. Klinkt iets stoms, maar je laat het zien. Gebruik je tweestapsverificatie. Praat erover. Geef eerlijk toe als je zegt, we hebben het nog niet goed genoeg op orde, maar we moeten stappen maken. Maar ik denk, als je als bestuurder laat zien dat dit onderwerp risico belangrijk is, en je probeert het ook, we hadden het van aan tevoren even, dat je zelf ook met wachtwoordmanagers bezig bent. Het helpt gewoon als je als bestuurder laat zien, ik doe mijn best. Niet perfect, maar ik vind dit belangrijk. En ik denk dat lead by example, dat het daar begint. En dan gaat het vanzelf, druppelt het ook de organisatie in. Ja. En ook vaak op de zeepkist. En gaan gewoon staan. Ik weet er misschien niet veel van, maar ik hoor zoveel. We gaan er meer aan doen. Het leek is simpel, maar ik kan me echt voorstellen als personeelslid, als met iemand op de vloer, wat betekent dit voor mij? Ja. En je hoort Thijs zeggen hoe belangrijk het is. En dat heeft gewoon impact op mensen. Ja. En de kennis zit in je organisatie vaak al, hè? Dat is een van de dingen, denk ik, die jij ook wel ziet. Dus kennis zitten in de organisatie. Er zijn genoeg mensen in je organisatie die vaak zeggen, maar ik heb dit al eens een keer gezien. Of ik wil hier graag wat over zeggen. Of, wat ik nog vaker zie, dit weten we toch al een hele tijd. Dit hebben we 2 jaar geleden ook al een keer geadresseerd, dat dit een risico was. Ja. Geef die mensen nou eens de ruimte om te praten en te vertellen hoe zij het zien. Want die kennis en kracht heb je in je organisatie. Dus hoef je van helemaal niet eens extern vaak nog te halen. Nee. Kill your company is eentje. Vragen aan je medewerkers, hoe zou je ons eigen bedrijf om zeep helpen? Ja. Het zal je verbaasd staan welke dingen je niet aan hebt gedacht in je risicoanalyse. Mooi tip. Thijs? Ik denk dat de heren op zich goede voorbeelden hebben genoemd. En ik denk dat ik dat hetzelfde zou gedaan hebben nu. Hè? Door mijn bedrijf lopen en dan bedenken, alles is uit, zeg maar. En het is zwart, donker. En nu? Ja. En nu? Ja. Wat gaan we doen? Ja. En hoe zorgen we? In ons geval was het net voor de salarisrun, dat de hack werd gedaan. En gelukkig was de badge erdoor. Want ik had mijn telefoon even weg moeten leggen, denk ik, als die niet gedraaid was. Maar als je je personeel als collega's allemaal erin betrekt
En je kan zeggen, joh, hoe zorgen we dat we toch doordraaien? Die klant kunnen helpen, geld naar binnen kunnen krijgen. Net wat de heren zeggen, die komen echt met... En was bij ons ook. Ze komen echt met ideeën die je zelf niet bedenkt. Ja, dus ja. Je denkt, oké, dus we zijn via de achterdeur daar toch weer dingen aan het bestellen en het werkt weer. En, dus er zit heel veel creativiteit bij je mensen. Dus ik zou zeggen, hè, we hebben het over boardroom, agenda, prima. Maar dat is te smal. Dus ik zou inderdaad gewoon een club van je mensen gebruiken. Ja, ja. Precies. Ja. Ja, ja. Ik denk een mooie noot om mee af te sluiten. Besef hoeveel kracht er ook zit in je mensen en in je organisatie. Dan zijn we tot het einde gekomen. Ik wil graag alle kijkers vragen om ook nog de evaluatie in te vullen. Dat helpt ons weer voor een volgend event. En dan wil ik jullie alle drie hartelijk bedanken voor deelname aan dit webinar. En de kijkers thuis voor het kijken. Graag gedaan. Dank je wel.